Hallo, hallo, hallo. We zijn hier live. Dames, dames. Anouk, Ina, Katrien en ikzelf. Wij komen eigenlijk geregeld samen. Wij noemen ons het groeiersgroepje. En wij komen geregeld samen om elkaars verhaal te aanhoren, elkaar advies te geven. En we hebben echt ontdekt dat samen delen wat er speelt bij ons, om dat te kunnen in een beperkte groep delen, dat dat echt gewoon deugd doet. En af en toe horen dat wat dat je meemaakt, dat andere mensen dat ook meemaken, die in dezelfde situatie zitten, dat doet wonderen. Dus ook in deze coronatijden, en we zijn nu een week ver, ook nu zijn wij samengeplakt en proberen wij elkaar te steunen in ons ondernemen. Jullie mogen ons, de mensen die nu kijken of luisteren, jullie mogen zeker eens googlen wat dat wij allemaal doen. Maar dat gaan we zeker nu niet hier allemaal uitleggen. Maar ik zal misschien de namen even meegeven. Of misschien ieder om toer. Mijn naam is Anne de Mee. Hallo iedereen. Mijn naam is Ina de Quint. Mijn naam is Anouk de Prins. En ik ben Katrien Sterks. Perfect. Dus we zijn met vier vrouwen. Dat is mogelijk dat we alle vier vrouwen zijn, maar dat laat ik nu even terzijde. Wij bellen per Zoom, want ja, we willen natuurlijk onze social distancing, onze afstand respecteren. En dus wij zoomen met elkaar. Wij dachten van, ja, wij hebben hier veel aan de steun die wij elkaar kunnen bieden. Maar waarom zouden we dat hier binnen deze vier ondernemers houden? Waarom nemen we het, recorden we gewoon niet? En dan delen we. En misschien hebben andere ondernemers er ook iets aan ons verhaal. En eerst zouden wij een keer even willen aftoetsen bij elkaar hoe dat we ons voelen nu. Het is vandaag woensdag 25 maart of zo, denk ik. Klopt. Ja. Ah ja, oké. En ik voel mij vandaag redelijk happy. Vorige week, de eerste week van de corona, ben ik heel stil geweest. Heb ik echt, ja, ik ben echt, ik kan niet zeggen in shock geweest, maar het sloeg binnen bij mij en ik blokkeerde of ik stopte eigenlijk met alles. Ik was in de war. En nu ben ik terug, een week later, ben ik eigenlijk terug op mijn elan. Ina, hoe voelde jij je vandaag? Ik ervaar een beetje hetzelfde. Dus eerst is er die shockreactie. Ik ben ook wel regelmatig wat overvallen geweest door angsten. Omdat het totaal niet behapbaar was. Je kon maar heel kort vooruitkijken. Het was allemaal zo onbekend. Dus ik heb wel een paar keer echt zo het gevoel gehad van totaal verlies van de pedalen. En ik heb nu in week 2 toch ietsje meer griep, ietsje meer houvast, wat meer mijn structuur, mijn balans wat teruggevonden. En dat maakt ook dat ik er allemaal wat helderder naar kan kijken. Dus ik voel toch wat meer innerlijke rust komen. Ja, bij mij was het... het is misschien het gemakkelijkste dat je zegt wie dat er aan het woord is. Dat is gemakkelijk. Ja. Bij mij was het eigenlijk in eerste instantie een hele grote spaghetti in mijn hoofd voorzien is. Een dikke wolk, zal ik maar zeggen. Ik kon zo niks plaatsen. Ik kon ook geen beslissingen nemen. Ik had ook weinig emoties eigenlijk. Het was zo heel... Allee, overweldigend, maar wel veel stress. Ik heb echt zo een blok in mijn keel gehad, in mijn rug, waar dat natuurlijk mijn eerste focus aan was om dat eigenlijk weg te krijgen, die fysieke belast bovenop, om gewoon te proberen. En daarom heb ik eigenlijk de eerste week vooral de structuur ingestoken, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mijzelf. En duidelijker op bepaalde momenten, bijvoorbeeld om 5 uur gezegd, oké, nu gaan we, vanaf nu doen we de boeken dicht en we gaan nu ontspannen om toch mijn eigen te verplichten om daar meer tijd voor te maken op een gestructureerde manier. En dat begint nu wel zijn vruchten af te werpen. Dus ook ik ben na een week nu vandaag voor het eerst echt terug zo een beetje in gang geschoten. Leuke nieuwe ideeën om dingen te lanceren. Dus daar ben ik ook wel blij voor. Ja. Mooi. Ja, ik ben de laatste.
is vooral een groot gevecht geweest tussen ratio en emotie voor mij. Rationeel weet je van, oh ja, ja dit is aan het gebeuren, wij moeten allemaal binnenblijven. Maar emotioneel volg je gewoon niet mee, want je wordt extreem kwaad omdat je een zaak hebt en je wilt die niet sluiten. En ja, je hebt al iets opgebouwd en alles moet hier stoppen. Je bent ook heel verdrietig omdat dat natuurlijk gebeurt. Hè. Dat is je kind dat je hebt opgebouwd. En ineens, je bent een beginnende ondernemer, omdat we eigenlijk nog in die eerste 3 jaar zitten van dat ondernemerschap. Dus je wordt ook heel triestig, want je zegt van ja, wat is dat hier? Ik moet hier gewoon alles opgeven. Ook, zoals Katrien, heel veel stress. Dat je echt zo voelt alsof dat er heel de tijd iemand met zo'n zware botin op je borstkas is aan het staan. Dat je zo wat op het hyperventileren af zit. Maar nu zijn we inderdaad een week verder. De enigste momenten dat ik dat nog heb, zo dat heel drukkend gevoel, is echt letterlijk als ik buiten kom, als ik in de supermarkt ben, omdat ik dat heel beangstigend nog altijd vind. Maar voor de rest begint er ook wel wat rust in mijn hoofd te komen. Ik probeer ook elke dag een uur in de zon te zitten, dat ik op zich die vitamine D heb. Mega gezond. En mijn man die zei vanmorgen toch van, oei ja, je ziet er eigenlijk wel wat beter uit. Dus het helpt. Dus het begint in mijn hoofd ook een klein beetje op te klaren. En ja, de drive begint zo terug een beetje te komen. Ja. Het is nu de tweede keer dat we elkaar spreken. Ik denk dat we elkaar maandag gesproken hebben. En je voelt toch al een verandering bij ons. Hè? En dat zal zo heel de corona-momenten zijn. Ik vind het ook wel moeilijk om zo te ondernemen en met die focus zo. Ik voel dat mij echt switchen zo van wat doet dat met mij en wat doet dat met mijn bedrijf. Soms voel ik dat als twee verschillende, soms plakt dat enorm op elkaar. Maar mijzelf is inderdaad ik die in de supermarkt sta en iemand die mij veel te kort bij iets komt vragen. En dat is heel raar. Hey, 2 weken geleden was dat niks en nu reageert je dan helemaal in paniek. En dan de bezorgdheid over het bedrijf. Hè. We zijn alle 4 zijn we echt startende ondernemingen. We doen het ook alle 4 omdat dit onze droom is. En overmacht komt daar nu door. En ik vond dat ik vorige week vooral zo wat dingen voelde van rouw. Zo. Pijn, kwaadheid, verdriet. Afscheid nemen van de weg dat ik nu aan het bewandelen was, misschien. Ik voel dat toch wel heel sterk. En nu, misschien is dat de volgende fase in rouw, zeker. Ik weet het niet goed. Maar dat ik nu al zo wat... Oké. Dat kunnen we zo aanpakken of dat kunnen we zo doen. Mijn bedrijf, Butterfly Moments... op dit moment is 0. Ik krijg geen bestellingen binnen natuurlijk, want Butterfly Moments, wij organiseren activiteiten buiten. En die mogen er gewoon niet komen. Ik had reserveringen voor juni. In juni heb ik 2 grote weekends om gedropt te worden in de natuur. En daar merk ik dat die eerste week van corona kreeg ik daar nog reserveringen binnen, wat dat mij ontzettend blij maakte. Omdat die eerste week in corona, echt voor de lockdown, mochten we wel nog met 2 buiten komen. Dus dan was Butterfly Moments echt een heel mooi alternatief om niet binnen te zitten met 2 of met het gezin, om naar buiten te gaan. Ik heb een activiteit... overnachten in een verlaten kasteel. Ja, in het begin was dat ideaal eigenlijk. En dan, als de lockdown er gekomen is, dan pas heb ik beseft, bam, niks. Hè. Ik denk dat Anouk en Ina, jullie hebben letterlijk jullie winkel op slot moeten doen. Ergens, dat is een heel zwaar moment natuurlijk, maar ergens maakt dat wel het visibeler zo. En bij mij...
is dat zo, 's nachts in een keer binnengevallen van oei, maar wacht nu een keer, nu stopt het eigenlijk allemaal. Ik weet niet, Ina, hoe is dat moment geweest dat jij je winkel hebt dicht gedaan? Hoe heb je dat besloten eigenlijk? Ik heb op een bepaald moment wel besloten om de winkel te sluiten. Toen het nog niet werd uitgeroepen dat wij handelaren moesten sluiten. Dus er is eventjes zo nog twijfel geweest van hey, gaan we in de week open blijven en dan in het weekend sluiten? Maar toen werd toch wel duidelijk dat dat heel wat gezondheidsrisico's inhield. En dan heb ik zelf besloten van kijk, ik ga de winkel sluiten. Dat lijkt mij veiliger. Ook omdat iedereen in zo'n angstsituatie zat. En het leek mij niet opportun om in de week mijn winkel open te doen. Hè. Mijn hoogdagen zijn op zaterdag en zondag. In de week is de winkelstraat ook al een heel stuk minder. En ja, mensen, hun hoofd stond gewoon in haar winkelen. En terecht, en ik begreep dat. En ja, dat frustreerde mij dan om daar in die winkel te staan. En ja, die onmacht te voelen en die angsten ook te voelen. Ik wou ook bij mijn familie, of bij mijn gezin zijn. En ik wou weten hoe dat met mijn familie was, hoe dat met mijn grootouders was. Dus die zaken werden voor mij meer prioritair. Dus ik heb de winkel gesloten, maar dan die klap van oei, ja, winkel sluiten, wil toch zeggen geen inkomsten, die is wel veel later bij mij gekomen. Allee, toch wel een paar dagen later. Dat ik echt ben beginnen panikeren van ja, er komt nu geen euro binnen. Ik ga mij geen salaris kunnen uitkeren. Mijn vaste kosten die blijven doorlopen. Mijn huur blijft doorlopen. Hoe ga ik dit allemaal bolwerken? Ja, dus zo is het bij mij een beetje gegaan. En je hebt dat dan gepost op sociale media, hè, van mijn winkel gaat sluiten. Ja, ik heb dat inderdaad wel aan iedereen laten weten. Maar toen werd het ook in de media al wel duidelijk dat alle winkels gingen sluiten. Ik heb ook een webshop. Maar natuurlijk, ja, de meerderheid van mijn inkomsten worden offline gegenereerd. Omdat ja, ik werk met kurkproducten en mensen moeten dat toch wel kunnen voelen. Dat moet tastbaar zijn. Het verhaal daar rond moet verteld worden. Dus bij mij is het online gebeuren altijd wel veel minder geweest. Maar dat was toch ook wel een beetje, ja, die een hou vast van, ik kan nog op mijn online business gaan inzetten. Dus een klein beetje zekerheid in grote tijden van onzekerheid. En Anouk, jij hebt ook de winkel moeten sluiten, hè? Ja, ik heb ook de winkel moeten sluiten. Ik heb net zoals Ina, ook beslist voordat het eigenlijk allemaal bekend werd dat we moesten sluiten. Heb ik ook beslist dat het beter was om de winkel te sluiten. Ook omdat je mag dat niet onderschatten wat dat mentaal met je doet om in de winkel te staan waar dat geen volk komt. We hebben de zomer vorig jaar meegemaakt waar dat het een hele week boven de 40 graden was. Er kwam niemand buiten, werd ook door de weerman aangekondigd, ja, je mocht niet naar buiten gaan. En dan staat je daar in je winkel en je ziet niemand. Totaal niemand. En dan denk je, ja, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde. Plus, het is onveilig, hè. Daarnaast natuurlijk ook. Dus hebben we gewoon beslist, ook voor mijn mentale toestand, van laat mij nu niet dat nog eens doormaken. Dat ik hier in de winkel sta waar dat er totaal niemand komt. Korte pijn, we sluiten gewoon, we zien wel. Ik had wel geen webshop. Ik werkte volledig offline. En ja, dan komt inderdaad het besef van, oh ja, en nu? Wat gaan we nu doen? Hè? Alles via Facebook, dat is mijn belangrijkste kanaal. Ja, dat waren heel veel vraagtekens. En Maar jij hebt nu toch een webshop? Ja, ik ben toen in allerheil. Ik had er een aangekocht. Maar dat lag echt al een jaar plat. Omdat ik gewoon de tijd niet had. Omdat de offline eigenlijk vrij goed ging. En ik had gewoon de tijd echt totaal niet om mij bezig te houden met producten in te geven. Want dat gaat hier echt over, ja, 1000, 2000 stuks dat je moet ingeven. Dus dat is niet
zo, dat doet er niet op 1, 2, 3. En je wilt ook niet elke avond eraan spenderen. Mijn familie is ook heel belangrijk. Ik denk, zeker, we hebben heel kleine kinderen. Ja, dan wil ik niet s'avonds thuiskomen en nog eens tot 12 uur s'avonds zitten werken. Maar dat moest nu wel gebeuren, want als ik echt niks had, ja, dan ging het volledig op zijn gat vallen. En dan heb ik gekeken. Ik had vorig jaar al wel een aantal producten aangemaakt. Toen had ik nog het idee had van een webshop te maken. En dan dacht ik, oké, het voordeel is mijn stokbeheersysteem. Alles wat ik daarin steek, loopt door in mijn webshop. Dus het enige wat ik eigenlijk moest doen, was al mijn omschrijvingen erin zetten. Zeggen uit welke stoffen dat het gemaakt was. Dus ik heb echt letterlijk, ja, uren, de laatste 10 dagen, zitten copy-pasten. Zitten schrijven. En dat dan gewoon met mijn man. Allee, het is vrij gemakkelijk om het op te zetten. Gewoon die live geduwd en gezegd van, ja, kijk, wat erop staat, staat erop. En elke dag doe ik x aantal producten en zo gaan we die vullen. En ja, en hij is nu inderdaad live. En gelukkig komen daar nu een paar bestellingen door. En Katrien, jij... Ja, ik heb geen winkel, hè. Nee, jij hebt ook geen winkel, ja, zoals ik. Nee. Jij werkt, ja, van thuis uit eigenlijk. Ja. Bij mij is het zo dat ik... Ik heb natuurlijk Theo in de Box, dat draait volledig rond mensen die samenkomen. Hè. Onze missie is mensen terug meer samenbrengen, al dan niet rond de tafel. Maar dus die missie is heel moeilijk in tijden van corona-maatregelen, van social distancing. En dus dat hebben we ook direct gevoeld in onze cijfers of in de geplande activiteiten. Hè. Al de workshops die wij organiseren voor privégroepen en binnen ons programma, die moest ik onmiddellijk allemaal annuleren. Sowieso al tot aan de paasvakantie, maar ik maak me daar ook geen illusies dat dat nog een tijd langer zal duren. Daarnaast komt ook het feestseizoen eraan. Hè. In de lentemaanden beginnen eigenlijk alle feestjes, communies, huwelijken. En dat was eigenlijk een stukje een business die bij ons stilletjes aan begon te groeien. Wel, die eigenlijk al zelfs begin dit jaar hadden wij al verschillende feesten gehad voor cateraars, voor eventplanners, dus ook binnen de B2B-sfeer eigenlijk meer en meer. Wat er eigenlijk nu een gemiste kans is, omdat ook dat groeipad eigenlijk plots wordt onderbroken. En dus ja, workshops, feesten en dan daarnaast ook nog. Hè, ik heb ook een online shop die eigenlijk onze basis wel altijd vormt. Maar ook daar, hè, ja, natuurlijk, we stellen altijd vanuit hoe, ja, kunnen we mensen gemakkelijk maken als ze bij hun thuis mensen ontvangen, gewoon op een zaterdagavond of voor een speciale gelegenheid. Maar dus ook daar, ja, dat gebeurt niet meer. Hè. Dus mensen hebben helemaal niet de neiging om nu naar ons product te gaan. Dus ook de verkoop op de webshop is eigenlijk niet nul voor de moment. En dus op dat gebied was dat een zware tegenvaller. Anderzijds, hè, ik ben een van de enigen in ons groepje die wel nog occasioneel probeert om een consultancyopdracht erbij te doen. Hè. Vanuit mijn voorgeschiedenis, wat ik deed eigenlijk voordat ik met Table in the Box ook begon. Omdat ik kwam vanuit die sector. Mijn ambitie was altijd om dat af te bouwen en in parallel eigenlijk Table in the Box uit de grond te stampen. Maar daar ben ik nu op dit moment natuurlijk heel blij dat die activiteit, ook al is dat soms maar een dag of 2 dagen per week, dat nog verder loopt en dat ik dat eigenlijk nog kan doen van thuis, zoals elke andere werknemer dat van thuis doet, om op die manier toch een minimuminkomen te hebben om mijn vaste kosten te kunnen dekken en mijn eigen een minimumloon eigenlijk te kunnen uitkeren. Dus ja, dat is een beetje de terugval die er is, maar op zich ben ik wel blij dat ik dat nu heb, ja. Ja. En nu zijn we dus een week of 10 dagen na de corona. Die eerste week heb ik eigenlijk praktisch niks gedaan voor Butterfly Moments. Ik moet zeggen dat ik in het begin ook een beetje... Ja, ik zat echt in die kwaadheid, verdriet, angst. Plots las ik dan ook een artikel waarin iemand schreef van ja, verandering is goed voor mensen. Hè. Verandering is zoals een spier. En als je dat heel veel gebruikt, dan ben je daar beter consistent tegen. En dat was waarschijnlijk een artikel dat met heel goede bedoelingen geschreven was.
Maar ik moest direct aan ons denken. Wij startende ondernemers. Allee, ik denk dat wij op die spier, dat die al... Dat een bodybuilders spier is. En, want ik was dan ook kwaad op mij. Dat ik dacht van, allee, ja, dat zijn hier allemaal veranderingen. Ik zou daar echt mee moeten kunnen perfect mee omgaan. Maar op een bepaald moment is die spier gewoon overbelast. En zo voelde dat eigenlijk een beetje. De Zoom zegt hier juist dat we een gift krijgen van Zoom. We've removed the 40-minute time limit on your group meeting. Oh. Nee. Dus ik ga zeggen, love it. Dus we mogen nog even verder babbelen. Ik zie dat we nu 22 minuutjes ver zijn. Misschien nog even bij iedereen aftoetsen wat dat we nu aan het doen zijn. Hoe zijn we nu aan het ondernemen? Ena, ik heb vandaag nog iets zien passeren over... de mondmaskers. Je hebt al heel wat initiatieven ondernomen. Hè? Ja, klopt. Ik denk... Ik heb echt beroep gedaan op mijn bodybuilders-spier. Voor met de verandering om te gaan. Het is bij mij wel zo dat zo'n momenten, stressmomenten, ook wel heel vaak creatieve ideeën naar voren komen. En ik heb dat ook wel nodig. Ik heb dat echt nodig om ja, te blijven voortdrijven, zal ik maar zeggen. Dat je stress nodig hebt, eigenlijk. Ja, dat is een beetje vreemd. Want ja, liefst natuurlijk positieve stress. Hè, dus stress dat je zegt... dat je eigenlijk naar een hoogtepunt aan toewerken bent, waar dat je energie van krijgt. Nu was het een geval van heel veel negatieve stress. Hè, want als je over die financiën begint na te denken, er hangt heel veel boven je hoofd. Hè, afbetalingen, salaris dat je niet gaat kunnen uitkeren. Potentieel zelfs faillissement. Allee, we moeten de olifant in de kamer ook durven benoemen. Ja, dat brengt wel heel wat onzekerheden met zich mee. Maar langs de andere kant maakt dat ook iets los in mij van... Nee, ik ga dat hier niet laten gaan. Ik geef het niet op. Voor mij is het pas voorbij als het voorbij is. En als mijn boeken neerliggen, dan houdt dit avontuur voor mij op. En voor de rest blijf ik gewoon vooruitkijken. En probeer ik op een heel creatieve manier met de dingen om te gaan. Dus hoe ben ik momenteel aan het ondernemen? Uiteraard volledig online, hè, want mijn fysieke winkel mag nog niet open. En ik probeer mensen thuis aan de slag te zetten met do-it-yourself pakketten. Kruipt wel wat tijd in om die samen te stellen en om daar tutorials voor uit te schrijven. Dus er kruipt heel wat werk in. Dan heb ik ook virtueel shoppen opgezet. Dus wat kunnen mensen eigenlijk doen? Dat is een afspraak bij mij boeken. Ik ga dan naar de winkel. En ze kunnen eigenlijk een shopavontuur bij mij beleven. Als waren ze het in de winkel zelf, maar dan volledig virtueel. En natuurlijk, ja, vandaag zijn ook de kurken mondmaskers toegekomen. Dus ik probeer met de beperkte middelen die er zijn... Toch bezig te blijven en toch de mensen te bereiken en vooral ook op te roepen, niet alleen voor mezelf, maar voor al ons. Ik voel dat ondernemerschap, voor mij is dat ook wat community. Hè? Dus als ik boodschappen op social media zet, dan heb ik altijd jullie mee in mijn gedachten. Ik denk altijd aan ons groeiersgroepje en alle andere ondernemers. Dat empowerment is voor mij wel heel, heel belangrijk. Mooi. Ja. Ik, met Butterfly Moments... ik heb even gedacht om ook te schakelen naar... Te schakelen naar heel mijn productgamma proberen virtueel of digitaal te maken. Ik ben daar even mee begonnen. Want ik zag al de ondernemers dat doen. En terecht natuurlijk. Maar misschien lag het aan mijn spier die overbelast was. Of ikzelf. Ik zag dat niet. Hoe dat Butterfly Moments gaat over verbinding. Het gaat over mensen in beweging zetten. En ik...
Dat gaat zeker digitaal of virtueel ook, maar dat is niet mijn doel op zich. En ik wou daar naar mezelf ook heel irrationeel, heel eerlijk over zijn. Ik ga ervan uit dat die coronaperiode hier ergens een keer gaat stoppen. En ik ben dan echt mezelf gaan afvragen van, ja, stel dat de coronaperiode na 3 maanden of 6 maanden of whatever stopt, hoe wil ik dan Butterfly Moments verder zetten? En bij mij was dat niet digitaal. Bij mij was dat niet online. En ik denk dat ik dan hetzelfde gevoel kreeg als Anouk. We hebben ook heel veel plannen die we op de plank staan hebben, die we altijd al een keer hebben willen doen, maar dat we weinig tijd voor hebben. En ik heb dan eigenlijk beslist... Ik heb één product online gezet. Een product dat ik normaal gebruik in mijn coaching trajecten met koppels. En dat heb ik online klaargezet voor de mensen. Maar daarnaast ben ik echt gaan kijken van wat wil ik met deze winperiode, want ik probeer het positief in te zien. Ik win deze periode nu om van alles klaar te stomen. Wat wil ik daarmee doen? En iets wat ik al heel lang wou doen, is een community opstarten. Een groep van mensen rond koppels, relaties en liefde bij elkaar brengen. En daar wil ik mij nu op focussen. Ik ga ook met een podcast beginnen. Ik moet alleen even zoeken hoe... Want een podcast voor mij is dan experten interviewen. Dus ik moet even zoeken hoe dat ik dat digitaal kan doen. Maar ik ga al die projecten die op de plank stonden en nog niet van de plank waren gekomen, die ga ik nu aanpakken. En daar heb ik super veel zin in eigenlijk. Katrien, hoe ga jij aan de slag? Ja, ik momenteel probeer ik het... Allee, dat is moeilijk voor mij om het op een lager pitje te doen. En om te zeggen van oké... misschien is het beter even niet. Gewoon even eerst fysiek op u even komen. Ja, omdat ik zei, van vorige week kon ik geen emoties voelen. Dat begint nu te beteren. Maar ik merk ook wel, door bijvoorbeeld dit weekend ook eens niks te doen, voor de eerste keer in heel lang, en ik hier gewoon met mijn kinderen te gaan wandelen, in de wei, Dikke Bertha te spelen, dat ineens emoties vrijmaakt die ik in geen jaren gevoeld heb. Ongelooflijke, spontane kindervreugde bijna. Dat ik zei van, potverdorie, dat is toch nog niet oké dat ik dat zoveel jaren niet meer gevoeld heb eigenlijk, omdat je zo in die red race en altijd willen van verder gaan en gedreven om je missie en je ander babyke, je bedrijf groter te maken. Maar dan toch, allee, het is dan altijd sterker dan mijzelf wel. Hè. Dus ik ben dan ook wel beginnen nadenken, eigenlijk ja, gisteren en eergisteren, dat ik maandag begonnen. Hoe kan ik toch mijn missie vanuit zorgen dat mensen thuis, als ze het niet samen kunnen gezellig maken, dan kunnen ze het wel voor zichzelf gezellig maken. Zeker nu, omdat ze dan toch vele uren en dagen slijten in hun woning. En dus ook, ik ben ook net zoals Ina, onze workshops gaan switchen naar doe-het-zelf pakketjes. Dat mensen het eigenlijk zelf thuis kunnen maken in de plaats van hier bij ons rond de tafel met een handleiding bij. En dan moest ik toch naar de groothandel eigenlijk. Dus dacht ik, ja, waarom vraag ik niet aan de mensen van, ik ben dan toch in de bloemengroothandel, wil er niemand een boeketje voor het thuis gezellig te maken? En ik heb het dan eigenlijk gisteravond in social media gelanceerd. Vanmorgen in 10 minuten een nieuwsbrief, copy-paste dat social media bericht daarin. En eigenlijk, ja, op een halve dag tijd moest ik 25 boeketten gaan leveren, overal in heel Vlaanderen bijna. En dat is super, dat heeft mij heel veel energie gegeven. En eigenlijk niet specifiek omdat dat dan sales is, maar omdat ik daar zoveel mensen mee ga kunnen blij maken. Hè. Ik ben eigenlijk blij als ik uit mijn kosten ben en als ik vooral die gezichten ga zien van die mensen, ook heel veel mensen die een boeketje cadeau doen voor iemand die ze missen of die ze willen verrassen, mensen die hun huwelijk niet doorgaat, mensen die jarig zijn. En daar alleen al word ik al super blij van. Dus dat is hoe dat ik nu... Het is zaterdag mijn verjaardag. Ik geef het maar mee. Ah, ja. Oké. Okay. Nee, maar ja, dat is het eerste initiatief dat ik nu heb gedaan en dat succesvol was. En waar ik denk, ah, dat is misschien iets wat ik opnieuw kan doen.
Maar toch, ik denk dat in alles wat we ondernemen, zeker in deze periode, dat de link met die corona er altijd zal zijn. En dat we dat altijd wel op een of andere manier gaan moeten meepakken in wat we doen. Zodat mensen dan ook de link leggen tussen wat je probeert te verbeteren in de maatschappij in deze tijden ook, denk ik wel. Ja. Voilà, dat is wat ik ongeveer probeer te doen, denk ik. Ja. Het is een beetje rustiger, maar toch, het kriebelt te hard voor niks te doen. Hè. Dat gaat niet. Hè. Ik denk dat het bij mij nog rustiger is. Ik slaap buiten elke ochtend. Nee. Maar, nee, daar geloof ik niks van. Ja, toch. Ik slaap meer dan dat ik nu gemiddeld slaap. Maar eigenlijk is voor mij dat ondernemerschap echt nu even aan de kant gezet. Ik ben nu ook verplicht. Allee, ik bedoel, met een partner die werkt gewoon zijn uren, kan ook blijven doorwerken. Ik neem zelf geen loon uit mijn zaak. Eigenlijk hebben wij gezegd van ja, kijk, we gaan 3 jaar lang gaan we gewoon knokken. En na 3 jaar moeten we op een niveau zitten dat je loon uit je zaak kunt halen. Dus voor ons is mijn man altijd een kostwinner geweest. Nu, in deze periode, wordt dat inderdaad nog eens extra versterkt. Hè, want ik kan nu niet ondernemen. Hij is de kostwinner, dus ik word de huisvrouw. En ik entertain onze 3 kinderen die met hun 1000 vragen en hun huiswerk en weet ik waar dat ze allemaal mee afkomen. Wat heb ik wel gedaan voor de zaak? Uiteraard die webshop. Maar ik merk ook in alle berichten dat ik op Facebook post, voor mij, die webshop, dat is, een beetje zoals Katrien zegt, dat is ongelooflijk hartverwarmend dat er dan effectief bestellingen komen. Ik verwachtte dat ook helemaal niet. En elke dag heb ik wel een bestelling. En dat vind ik, amai, ik kan niet zeggen hoe blij dat ik daarvan word. En ook als je die dan inderdaad voor de deur gaat leggen, hè, en je belt aan. Meestal bel ik van tevoren van, ja, ik kom je pakje even geven. Verschiet niet dat er iemand aan de deur belt. Ik leg het op de dorpel, hè, en dan loop ik terug weg. Dus ik had een mopje. Maar die mensen zijn dan oprecht blij van, oh, kijk, tof dat je dat even kon brengen. Dat is een beetje hetzelfde als Katrien zegt. Mij maakt dat heel blij dat ik dit nu kan doen. En dat is voor mij genoeg in mijn ondernemerschap. Ja, ik moet het gewoon door omstandigheden inderdaad op een lager pitje zetten. Dus ik ben ook niet echt van plan om hard sales te doen in de komende tijd of in de komende coronatijd. Want 1, ik heb de tijd echt niet om dat te doen. En 2, ja, ik ben ook, ja, ik ben gewoon niet zo. Ik wil gewoon het heel sereen houden en alles wat ik post zal wel in de relatie zijn tot de zaak. Ik zal eens een t-shirt laten zien dat er misschien toch nog is binnengekomen of een ideetje geven voor een zwembroek voor uw zwembadje in de hof, hè, waar dat je een leuke zwembroek. Maar dat gaat het zijn. Het gaat niet elke dag een item zijn. Het gaat eerder een verhaal blijven zijn van wie dat ik ben en hoe dat we eigenlijk leven en hoe dat we in het leven staan. En ja, zo spendeer ik mijn dagen dus als huisvrouw. Maar ik denk dat we allemaal kunnen beamen dat het gevoel dat als je dan toch een bestelling binnenkrijgt, ik krijg nu geen bestellingen binnen, maar ik hoor dat bij Anouk en Ina dat wel zo is. Ja, ik denk dat we daar toch wel een dikke dankjewel aan al die mensen die dat wel doen. Hè. Ja. Hij is vreugdedansjes doen dan echt als er zo'n bestellingen binnenkomen. Dat was, ik had dat vroeger al, omdat met Butterfly Moments, dat zijn de groot, dat één activiteit is een wel degelijk bedrag. Dus ik had elke keer die vreugdedansjes, maar ik kan mij voorstellen dat dat nu, als je dat digitaal binnenkrijgt, door een webshop dat je zo last minute hebt moeten op poten zetten, dan dat is het. Ja, en zeker ook aan wat dat je zegt, is heel herkenbaar voor mij. Als je dan bedenkt van hoe wil ik verder gaan met mijn zaak. Mijn zaak, ik wil niet dat mijn zaak online verder gaat. Uiteraard gaat die webshop blijven bestaan, maar
ik zet mijn zaak veel liever offline verder, omdat je dan rechtstreeks contact hebt met je klant. En je ziet ook rechtstreeks hoe blij dat mensen zijn, of hoe blij dat kinderen zijn, als ze die kleren aan hebben. En dat die ouders echt zoiets hebben van, oh, zalig, eindelijk. Mijn zoon heeft hier een broek gevonden dat hem eens wilde aandoen. En dat zie je niet als je online verkoopt. Dus voor mij online, ik ga mijn webshop uiteraard blijven behouden, want dat vind ik nu geweldig dat ik daar tijd voor heb gevonden om dat te doen. Maar dat zal een etalage zijn. En als er bestellingen doorkomen, fijn, maar ik ga er geen targets op zetten. Ja, dat herken ik ook wel, hoor. Dat is bij mij zeker niet anders. Omdat je een product hebt, ja, waarbij dat gevoel ook heel belangrijk is. Hè? Het ja. verhaal is belangrijk, de storytelling, het gevoel. En dat vraagt eigenlijk meer voor een offline aanpak. Ik vind het wel een mooie uitdaging om ook het online gebeuren, om daar die klantenbinding mee te gaan doen. En ik probeer daar ook heel erg over na te denken van, als er zo'n bestellingen binnenkomen, hoe kan ik hier gaan personaliseren? Hoe kan ik nu dat item gaan inpakken en daar iets bij steken of bijschrijven? Om toch ja, dat gevoel dat je mist, omdat je die persoon nu niet in je winkel hebt, om daar toch wat die een band mee op te bouwen. Mm. Dat kan soms in heel kleine dingen zijn. Vandaag heb ik een aantal mensen een berichtje nagelaten van kijk, uw pakketje heeft vertraging op B-post, maar ik heb gebeld met B-post, ze gaan er achteraan. Gewoon even dat klantencontact van ik geef om het pakketje dat naar u gezonden wordt. Het is, dat persoonlijke contact is er niet, maar je bent wel in mijn gedachten. En die authenticiteit wil ik ook wel echt bewaren. Of dat nu online of offline is. Dat appreciëren klanten ook. En ik denk ook dat klanten daar nu meer dan vroeger echt naar op zoek zijn, naar die authenticiteit. Want je merkt ook gewoon tijdens een dag, ik zit hier keivaak gewoon te mailen met klanten, te whatsappen met klanten over maten. Ja, wat denk jij dat mijn dochter het beste kan dragen? En is die maat groot? En, ik vind dat geweldig. Want die mensen, die zijn kei blij en die zijn super dankbaar dat je die ook effectief hebt geholpen. En dat is inderdaad wat Ina zegt, hè. Je klant gewoon blij maken. Allee, online eigenlijk, die offline en die online zo proberen te binden dat het één mooie cirkel wordt. Ja. Ja, en blij zijn met elke bestelling dat we binnenkrijgen. Hè. Het zijn allemaal engeltjes van mensen die bij ons bestellen. Want dat geeft wel dat gevoel van, ze zijn er nog, hè. Dan, ze zijn ons niet vergeten. En wie weet wat mooie dingen dat we nog allemaal gaan kunnen meemaken. Hè. Hopelijk, in deze moeilijke periode. Ik denk dat ik hier even ga afsluiten, als dat goed is voor jullie. Ja. Ja. We zien elkaar binnen een aantal dagen terug. Dag iedereen. Dat ik eens misschien, hè. Bye. Tadaa. Bye.